Ik ben eigenlijk naar Urk gekomen omdat ik al contact had met de burgemeester over hoe het gaat. Hier in coronatijd in Urk. We hebben natuurlijk best wel wat problemen gezien met jongeren. Vorig weekend nog teststraat hier. Dus onrust, maatschappelijke onrust. En ik heb vooral met hem gesproken over wat we daaraan kunnen doen. En ik heb ook gesproken met mensen van de ouderenwacht. En dat is eigenlijk het antwoord van Urk op de onrust. Ouders die zich gemeld hebben, die zelf de straat op gaan, die jongeren aanspreken. En dat samenspel tussen politie, ouderenwacht, maar ook bestuur van Urk, dat heel goed is. En dat ze ook eigenlijk heel positief zijn. Dat ze zeggen, nou, we houden dit gewoon voor zolang als het moet.